Welkom bij GL8 Lounge. We zijn vandaag te gast in de boerderij in Overasselt. En mijn gast vandaag is een man die zegt dat je 24/7 eigenlijk beschikbaar moet zijn als arts. En dat je een goede arts maakt. Hij is heel druk in deze tijd. Zijn vak staat heel erg in de belangstelling. Hij woont in Mook, is getrouwd met Monique. En mijn gast is Hans van der Hoeven. Welkom Hans. Hans is hoofd van de intensive care afdeling van het Radboud UMC in Nijmegen. En hij heeft tijd gemaakt om bij mij hier te zitten. Als eerste gast van GL8 Lounge. Heel erg leuk. Hartstikke leuk. Wij hebben afgesproken, althans wij kennen elkaar. En we hebben tutoyeren is geen probleem. Hè? Geen probleem. Welkom. Jij bent vanuit het vak intensivist. Ja. En dat ben je al 30 jaar. Dat klopt. Ik heb altijd een idee, als je arts wordt, wat voor arts je ook wordt, dat dat iets is wat een soort van roeping is, dat je altijd al hebt willen doen. Klopt dat bij jou? Dat klopt zeker. Ja, dat klopt zeker. Ik kan me niet anders herinneren dan vanaf klein jongetje, toen ik zo groot was, wilde ik echt alleen maar één ding worden en dat is dokter worden. En dat was bij ons best bijzonder, want ik kom uit een gewoon arbeidersgezin van de boerderij. Maar mijn moeder was ziek. En ik heb altijd het idee gehad, ik moet proberen mijn moeder weer beter te maken. Okay. Dus ik wilde eigenlijk als klein kind altijd dokter worden. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Dus het was volstrekt duidelijk, ik ging dokter worden. Dat en dat is ook gelukt. Ja, en als je daar nou op terugkijkt, 30 jaar in het vak, heeft het je gebracht wat je toen dacht? Veel meer. Echt ja, vertel. Veel meer. Wat voor meer zit daar dan in? Nou, Het is natuurlijk het allermooiste vak wat in de wereld is. Je hoort mensen altijd zeggen van ik heb het mooiste vak. En dan denk ik altijd, je liegt. Want ik heb waar. Het mooiste vak. Het is niet waar. Zeker het vak van intensive care heeft alles, denk ik. Want als je eenmaal dokter wil worden, heeft het alles. Het is aan de ene kant spannend. Je kunt nadenken en je kunt dingen met je handen doen. Het vak doet er ook echt toe. Hè. Je kunt echt het verschil maken. Maar het geeft je ook de allermooiste momenten. Want je bent de dokter voor de mensen die in de meest moeilijke fase van hun leven zitten. Waarin het verschrikkelijk is als ze op een intensive care liggen. Ze lijken dood te gaan of ze kunnen doodgaan. Het is verschrikkelijk voor de familie. En het is prachtig als jij degene bent die in die situatie degene mag zijn waar ze op kunnen steunen. Dat is natuurlijk ook prachtig. Ja, dat lijkt me ook. En dat is natuurlijk onder normale omstandigheden zo. We gaan het straks even hebben over de coronaperiode, want daar ontkomen we natuurlijk niet aan. Maar als je kijkt naar hoe dat je begonnen bent en nu, dat verschil, zit er een verschil in zoals je dat destijds hebt ervaren en zoals het nu gaat? Als je kijkt naar jouw team, want je lijkt natuurlijk een groot. Hoe groot is jouw team? Het team bestaat uit zeg maar 16, 18 intensivisten, een beetje wisselend daartussen. En natuurlijk bijna 250 verpleegkundigen. Oh, dat is echt een heel groot team. Groot. En zijn nog, dan een grote groep artsassistenten. Leiden we natuurlijk nog 7 intensivisten op. Dus het is echt een heel groot team. Het is een groot team. Ja. En vind je dat nooit lastig? Natuurlijk, er zijn lastige momenten. Maar over het algemeen is het gewoon een prachtig vak waar ik iedere dag blij van thuis kom. En sta je dan zelf nog steeds, met zo'n groot team, sta je zelf nog steeds aan de Ja, licht? Gelukkig wel. Toen ik in Radboud hoogleraar werd, toen heb ik gezegd, ik wil best komen, maar je moet me niet wegkopen in een kamertje als de manager van de afdeling. Ik wil eigenlijk altijd zeker meer dan de helft van mijn tijd op de intensive care blijven werken. En de andere helft wil ik wetenschap doen en onderwijs geven. Maar ik wil gewoon minstens 50% in de patiëntenzorg blijven werken. En dat is eigenlijk nu alleen maar meer geworden. De laatste jaren, ik denk dat ik 60, soms wel meer procent in de patiëntenzorg werkt. Dus de komende weken sta ik eigenlijk al die tijd op de afdeling. Ja, en komt dat door de corona? Nee, dat komt niet door corona. Okay, dat heb ik eigenlijk altijd vanaf het begin gedaan. Ja. Ik denk, dat moet ook echt. Hè. Een deel van het managen van je afdeling, het respect krijgen van je medewerkers, want dat is toch nodig. Hè. Wil je dingen voor elkaar krijgen, moeten mensen je ook wel respecteren. En dat krijg je doordat je ook gewoon heel goed bent in je vak. Hè. Je hoort. Eigenlijk vind ik dat je als afdelingshoofd, moet je ook eigenlijk wel de beste dokter zijn. Ja. Ja. En dat helpt geweldig om het respect te krijgen en dat maakt het daarna een stuk makkelijker om je afdeling te managen. Dat is zeker zo. Ja. En want
En de afdeling manager is tot daar aan toe. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel gebeurtenissen die jullie overkomen vanuit, nou ja, vanuit de mensen die daar liggen. Overlijdensgevallen, misschien op een andere manier kijken naar je patiënt. Betekent dat dat je... Is het voor jou anders of is het voor de intensive care anders als je kijkt, als je bezig bent met patiënten? Kijk je naar, naar de patiënten anders dan op een andere afdeling? Misschien meer... Ik weet het niet. Ik vind dat je altijd voor iedere patiënt 120% je best moet doen. Alleen, ik realiseer me heel erg dat voor de meeste mensen is zo'n periode dat ze op de intensive care liggen, dat is zo'n existentiële angst. Ze zijn zo bang dat ze kunnen overlijden, dat ze hun geliefde kwijtraken. Dat gedeelte maakt het wel echt anders. Hè. Je loopt op de intensive care op een heel nauw koord. Alles moet precies 24 uur per dag, 7 dagen in de week goed zijn. En je hebt geen marge om kleine fouten te maken. Het moet altijd precies kloppen. En ik denk dat de meeste intensivisten, ja, die realiseren zich dat ook heel goed. En die zijn allemaal ontzettend gedreven en toegewijd. Omdat ze weten, als ik het even niet goed doe, ja, dan valt die van dat nauwe koord af. En dan is hij misschien ook niet meer terug te halen. En zo is het ook letterlijk. Maar betekent dat extra druk ook voor jou, je team, ja, mensen aan de bed? Dat betekent absoluut extra druk. Maar dat betekent ook dat de karakters die je op een intensive care ziet. Hè, ik ben oorspronkelijk internist. En internisten gaan allerlei kanten op. Je hebt de endocrinoloog die op de polykliniek. Dat is een hele andere dokter, ook qua karakter, als de dokter die uiteindelijk kiest voor de intensive care. En dat herken je zo terug. Hè. De types internisten die op de intensive care werken, is een ander type internist. Hebben die dan ook op een andere manier ondersteuning nodig? Van bijvoorbeeld de leiding van de afdeling als het zwaar is of als de stress hoog is, de werkdruk hoog is? Misschien wel, dat weet ik niet. Ik denk dat uiteindelijk als de stress echt hoog is, dan heeft iedereen natuurlijk uiteindelijk die steun wel nodig. En dan maakt het niet zoveel uit of je endocrinoloog of intensivist bent. Alleen, wij zijn natuurlijk wel veel meer gewend om met hele hoge stress om te gaan. Er gaat geen dag voorbij. Ja. Er gaat letterlijk geen dag voorbij. Of er zijn momenten van immense stress op zo'n intensive care. Dan gaan de dingen niet zoals je wil. En als dat even lang eventjes volhoudt, ja, dan is een patiënt misschien overleden. Dus die momenten zijn iedere dag. Maar daar leer je natuurlijk steeds beter mee omgaan. En naarmate je maar ervaren wordt en ouder en dit vaker gezien hebt, ja, is die stress ook wel steeds minder, hè? Want je herkent de problematiek veel eerder. Ja, dat zit zo, dat weet ik wel. Kom maar goed, gaan we zo doen. Ja. Want hoe ga jij met je mensen om, met je team, als de stress misschien te hoog is? Ik kan me voorstellen, net zo in die coronaperiode, dat wat minder makkelijk gaat met iedereen. Het was ook wel overweldigend. Hebben jullie iets anders gedaan dan wat je normaal doet? Ja, dat wel. Ik denk wel dat je in de coronatijd hebben we veel meer, letten we nog veel meer op elkaar dan anders. En hebben we eigenlijk ook wel dingen gewoon ingeregeld. Hè? Dus we beginnen samen de dag en dan bespreken we met de verpleegkundige en de artsen door van goh, wat voor problemen gaan we vandaag verwachten? Zit iedereen goed in zijn vel? Ja. Gaan we echt, wat gaan we doen? Wat verwacht je van deze dag? Wil jij misschien wat anders doen, omdat je nog van gisteren last hebt? We sluiten de dag ook zo af. Met elkaar, is alles goed gegaan? Wil iemand nog wat kwijt? Moeten we morgen dingen anders doen? We hebben echt professionele hulp op de afdeling. Dus er lopen geestelijk verzorgende en psychologen lopen eigenlijk altijd op de afdeling nu. Dat als er mensen zijn met vragen of problemen, dat die meteen ook geholpen kunnen worden. We spreken meer met elkaar, hè, dus we letten natuurlijk altijd heel sterk op communicatie. Maar dat is nu nog meer dan anders. Hè. Heel zorgvuldig wordt verteld van, oké, dit gaan we deze week doen. Ik verwacht dat we volgende week de volgende unit moeten openen. Dat betekent dat de artsassistenten moet verdubbeld worden. We moeten dubbele diensten gaan draaien. Maar dat iedereen heel goed weet continu wat er gaat gebeuren. En dan, ja, dat vermindert uiteraard ook de stress. Dus dat doen we wel veel meer in de coronatijd nu dan in de tijd daarvoor. En daar wil ik ook graag wel weer een paar dingen van bewaren als straks de corona weer weg is. Ik wou net zeggen, want sommige dingen zullen goed zijn voor de lering die meegenomen. Kun je iets vertellen daarover? Wat zou je mee willen nemen? Nou, een aantal van deze zaken.
Dus zeg maar het nog meer op elkaar letten dan dat we normaaliter doen, dat hebben we nu wel echt geleerd. Wat ook fijn is van de coronatijd, is heel iets anders, is dat toch, dat is ook wel een deel wat stress weghaalt. Hè? Voor veel vergaderingen, als ik voor de opleiding naar Utrecht moet, dan is het de dag werken, 's avonds om 6 uur in je auto vliegen, om 8 uur daar met de vergadering beginnen, vergaderen en weer terug met de auto. Dan kom ik 's avonds thuis en is het 10:30 en dan moet je de volgende ochtend gewoon uiteraard weer werken om 7:30. En ja, dat is nu allemaal wel anders. Nu ga je zitten, ik rij razendsnel naar huis toe. Oh, Monique heeft eten, je kunt je een kopje koffie drinken, je zet je computer klaar en we vergaderen met z'n allen. Ja, dat is waar, ja. En dat heeft het wel een stuk makkelijker gemaakt, nu. En dat zijn ook wel dingen die je straks graag zou willen behouden. Ja. Dus ik hoop dat we dat ook inderdaad blijven doen met z'n allen. Dat we zeggen, nou, dat gejakker naar al die congressen, het vliegen over de hele wereld om praatjes te houden. Dat heb ik ziet nu hoe dat anders kan. Hè? Ik heb vandaag een congres gedaan. Dat heb ik van de week opgenomen op een filmpje. Dat wordt daar afgespeeld op het congres. Ja, ik hoef hier alleen maar even een uurtje erbij te zitten, zodat ze vragen, dat ik vragen kan beantwoorden. En ik hoef er niet meer voor naar ver weg in stand te vliegen. Hè? Dat is ontzettend fijn. Ja, ja, dat scheelt ook. Hè? Coronatijd, druk, normaal zitten jullie ook IC vol of druk ook. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je kijkt, want we hebben van tevoren heb ik gevraagd van goh, kun je me eens een foto opsturen of een paar van dat, wat doe je eigenlijk als je niet werkt? Ja. Als je in vrije tijd met Monique dingen gaat doen. En een van de dingen die me opviel is dat je zei, als ik... ik kan een heel jaar verder teren, want dat las ik in een ander interview. Als ik naar de Noordpool geweest ben. Ja. Als ik daar heb kunnen wandelen en daar heb kunnen buffelen. Ja. Volgens mij zijn dat jouw woorden. Dan, dan kan ik een heel jaar kan ik daar op teren. Hoe, wat doe je dan als je daar naar de Noordpool... Ik ben zelf in Finland geweest, Fins Lapland geweest. Nou, ik was 20, 25 graden onder nul of zo. Maar volgens mij... Moet dat daar toch wel echt wat kouder zijn geweest? Dat ligt wel in welke fase. Nee hoor, vaak is het in de zomer, is het in het Noordpoolgebied helemaal niet zo koud. Okay. Is het, het soms rondom de nul, soms een beetje eronder, soms een beetje erboven. Maar dat is natuurlijk prachtig, ja. En wat doe je dan? Want je hebt mijn foto's gestuurd. Volgens mij zitten er een paar bij die periode zijn. Deze niet, nee. Dat is... deze ook niet. Deze, die is in het Noordpoolgebied. Het Noordpoolgebied is, als je er niet geweest bent en je praat echt over het Noordpoolgebied, dus echt heel hoog, ja, maar Spitsbergen, Groenland, Ellesmere, de noordrand van Alaska, is het mooiste gebied voor mij in de wereld. Wat maakt dat voor jou zo mooi dan? Het maakt het mooi omdat je realiseert, de natuur daar is zo ongelooflijk puur. En het maakt je zo duidelijk dat jij op die plek niet het dominante wezen in de wereld bent. Je bent afhankelijk van alles. Je bent afhankelijk van de dieren, van het weer, van de kou, van de seizoenen, van de rivieren waar je niet doorheen kunt, waar je om moet lopen, waar je van je eten. Je bent afhankelijk van alles. En je bent niet de dominante figuur die daar alles. Je bent er, dat hebben we ook vaak gezegd. Je bent er op bezoek en het is een ongelooflijke gift dat je daar mag zijn en dat je daar mag lopen. En ik ben er heel vaak geweest samen met Monique en soms met een paar vrienden. Soms als het echt heel ver was met z'n achterzelf, maar meestal met z'n vieren of met z'n tweeën. En het zijn unieke ervaringen waarin je inderdaad, het wisselt af, de schoonheid van het landschap, de dieren, de beren, de wolven, alles wat je kunt zien. Het heerlijk buiten zijn in je tent, de tijd voor elkaar hebben. En dan buffelen, gewoon een fysieke inspanning, dat doe ik heel graag. En het is de enige manier waarop ik het werk en intensive care meteen vergeet. Ik hang mijn rugzak op en ik ben vergeten. En dat is zo. En als alle andere dingen die je doet met vakanties, een beetje naar het zuiden of waar dan ook heen. De telefoon gaat altijd, je blijft altijd denken, hoe zou het met die en die patiënt gaan? Ik krijg weer zo'n telefoontje. Maar daar, je bent niet bereikbaar. En ik denk ook helemaal niet aan die intensive care meer. Ja.
Ja, ik denk er gewoon helemaal niet meer aan. Ja. Je bent daar ook te gast. En je moet, want dan gaan jullie, je zegt, in een tent en dan rondtrekken op de fiets? Ja. Of ja, lopen? Nu wel. We hebben een aantal jaar geleden gezegd, nou, nu hebben we dit, we hebben het zoveel gedaan. We gaan nu wat anders doen. We stoppen met het lopen en we zijn vanaf dat moment gaan fietsen. Dus dat zijn we nu. Nu fietsen we door Europa, maken lange tochten. En we zijn aan het voorbereiden om ooit nog een keertje met pensioen om van het puntje Zuid-Amerika naar het puntje Noord-Amerika te fietsen. Dus dan komen we toch gelukkig weer in het Noordpoolgebied. Ja. Dus dat kan ook. Ja, dat kan ook. En dat is ook heerlijk. Dan ben ik het eigenlijk ook vergeten. Hè. Je bent buiten. En het komt ook heel goed overeen met onze andere hobby. Ik kijk heel graag. Ik ben niet een vogelaar in de zin dat ik vogels wil scoren op lijstjes. Maar ik vind vogeltjes kijken over de hele wereld vind ik een van de leukste dingen die er is. En dat doen we heel graag. En we zijn heel veel plekken in de wereld geweest om naar vogeltjes te kijken. En dat is eigenlijk ook een excuus om buiten te zijn. En vogeltjes kijken kun je overal in de wereld doen. Ja. Maar je moet wel je laarzen aantrekken en naar buiten gaan. Ja. Anders gaat het niet. Heb je iets heel bijzonders gezien in al die tijd dat je hebt vogels gespot? Ja, dat vind ik wel. Kijk, voor de echte vogelaars die zeggen van weet je, er is een soortje waar er twee nog van in de wereld zijn, die heb ik gezien. Ja, dat is voor ons niet zo, maar we hebben wel hele zeldzame vogels gezien. En hele mooie momenten in Oeganda met de schoenbekooievaar. Dat is een prehistorisch monster die zo groot is, met zo'n snavel en waffel. En daar weet je van, er zijn er helemaal niet veel. Er zijn een paar kleine moerasjes waar dat ding nog voorkomt. En dan ga je daar met zo'n bootje doorheen. En dan plotseling staat er opeens zo'n ding midden in dat moeras. Staat naar je te kijken. Als een werkelijk prehistorisch monster. Zo ziet hij er ook uit. Het is een prachtige. Ja, ik vind het prachtig. Ja. En dat is heel erg leuk. En daar houden we erg van om ze dan te fotograferen. Dus dat doe ik graag. Dus dat zijn hobby's, daar kom je helaas weinig aan toe in deze tijd. Je kunt sowieso minder reizen. En in de buurt is dat niet iets wat je... Ja, in Nederland gaan we natuurlijk ook heel vaak naar vogeltjes kijken. Schiermonnikoog is zo'n plek waar we eigenlijk ieder jaar wel komen. We zijn ook getrouwd, dus het heeft ook een beetje een bijzondere plek voor ons. En dat is ook heel fijn om daar in de winter vogeltjes te kijken. Dat is hartstikke leuk. Ja. Ja. Terugkomend op Mook, jullie zijn hier neergestreken, denk ik, in de periode dat je naar Radboud ging werken. Ja. Hoe bevalt het? Ja, ik moest wennen, laat ik heel eerlijk zijn. Ik ben ook echt wel een westerling. Rotterdam is mijn stad, ik heb er gestudeerd, ik ben helemaal gek van Feyenoord. Ik ga graag naar de Kuip. Rotterdam, daar voel ik me thuis. Ze komen uit het westen, Monique ook. En toen hebben we een aantal jaren gewoond in Helvoort, bij Den Bosch. En dat was ook heel leuk. Brabant is eigenlijk heel erg leuk en Den Bosch is een heerlijke stad. Dus ik miste Den Bosch best wel toen we hier in Mook gingen wonen. En Mook is wel, het is wel een wat saaier dorp, toch? Er zijn een hoop dingen ook niet, hè? Dus er zijn weinig winkels, het bakkertje is weg en de slager is er niet meer. Dat mis je wel in Mook. Maar inmiddels is dat wel, zijn we echt gewend in Mook en vind ik het heerlijk in de regio. Want hoe lang woon je in Mook? We wonen, even kijken, dat zal nu een jaar of, ik ben 17 jaar hier en 3 jaar in Den Bosch, dus een jaar of 14 zijn. Okay. Ja. Ja. Dat is een tijd genoeg om te wennen aan wat er niet meer is. Je hebt ook nog iets meegenomen. Ik had gevraagd van, goh, kun je iets meenemen wat veel voor je betekent en waar je aan gehecht bent. Ja. En dan heb je twee dingen meegenomen. Ja. Je zei het één, ik mocht kiezen. En toen zei ik van, laten we kijken of dat we misschien aan allebei toekomen. Maar met name die trui, dat is volgens mij een hele bijzondere, dat is volgens mij een heel bijzonder verhaal. Ja. Want wat is het verhaal achter de trui? Naar de trui, dat is... Als ik ben wel nieuwsgierig ook naar het andere, maar... Als je het kunt zien, dan is die totaal versleten. Het is een vliestrui, maar het is mijn allereerste trui waarmee ik naar de Noordpool ging. Dus dit is mijn eerste trui die ik gekocht heb toen we naar Spitsbergen gingen. En daar ben ik inmiddels zo aan gehecht geweest, want hij is gewoon
overal daar in het Noordpoolgebied geweest. En hoe versleten die ook was, hij ging altijd mee. En nu nog steeds? En hij ging aan en nu nog steeds. Laat eens kijken dan. Ik kan even kijken hoe dat hij eruit ziet. Ik kan geen afscheid van hem nemen. Hij is dun, hij heeft dunne plekken. En Monique weet inmiddels dat weggooien. Dat is er echt niet bij bij dit ding. Nee, dat wordt ruzie, ja. Dat gaat niet gebeuren. Nee, en ik draag hem als ik thuis ben. Het is een van de eerste. Ja, je hebt van die woontruien. Ja, dit is mijn woontrui. Ja, dit is mijn woontrui geworden. Het is een van de eerste truien waar ik weer induik. En ik heb er wel eens over teruggedacht. Over zuinig zijn. Want die trui, die heb ik destijds, dat is 30, dus bijna 30 jaar geleden, heb ik voor €150 gekocht. En ik heb hem nog steeds en ik draai hem nog steeds. Dus ik vind dat best heel bijzonder. En dan is hij zeer duurzaam. Ja, is hij overal geweest. En heeft hij overal op gelegen. En heeft hij meer gezien van de wereld dan menig mensen. Ja, zeker. Ja. Een heel bijzonder verhaal. En ook dat hij dan nog zo goed blijft. Goed merk waarschijnlijk. Ja, zo dus, het is een goed merk. Ja. Het is een heel goed merk. Ja, dat vind ik ook wel. Ja. En dat, ik ben dan toch nog nieuwsgierig naar dat andere. Ja, het beeldje. Beeldje. Dat is me ook heel dierbaar. Dat komt uit Noordwest-Groenland. Daar ben ik ook geweest. Bij de Inuit, dus bij de, wat dan Eskimo's noemen, maar dat is eigenlijk een scheldwoord. Hè. Dat betekent hij die rauw vlees eet. En dat is eigenlijk een scheldwoord. Dus het is de Inuit, zoals ze heten. En die maken beeldjes. En dit beeldje is gemaakt. Je kunt ze natuurlijk uiteraard heel duur hebben. Als je ze van de hoorn van een narwal of de tanden van een walrus. Maar deze is gemaakt van het gewei van een rendier. Dus die zijn veel minder duur. En dat heet de toepiakken. Die toepiaks die worden eigenlijk in de Inuit-cultuur voor allerlei zaken gebruikt. Dus ze worden gebruikt als je iemand wil bezweren. Dus dan is het niet zo leuk. Maar ze worden ook gebruikt voor allerlei geneeskundige krachten. En ik heb deze toen gehad van een Inuit. Toen was ik ook al dokter. En deze wordt gebruikt voor het medicijnen, voor het wegdrijven van geesten. En voor het genezen van werkelijk allerlei ziektes. Dus hij staat bij ons in de kamer, hij heeft er ook altijd gestaan. En ik hoop dat hij ons in ieder geval gezond houdt. Maar voor mij is het een belangrijk beeldje. A, dat ik het van de Inuit zelf gekregen heb. Zeker. Ze hebben het met de hand uiteraard zelf gemaakt. En ik kreeg het ook voor hun. En echt omdat ze wisten dat ik ook geneeskundige was. Dus voor mij een heel dierbaar beeldje. En ook een hele mooie herinnering aan een heel bijzonder volk. Dat is een heel bijzonder volk. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Dus twee van de vele reizen. Ja, super. Ja, van de vele reizen. En je andere dierbare schat is natuurlijk ook hier aanwezig. Maar ja, zeker. Ja. Monique, dan hebben we het over Monique. Ja, zeker. Dat is de belangrijkste. Toch? Ja, dat is de belangrijkste. We willen het ook nog heel kort even hebben over de coronaperiode en wat dat gedaan heeft. Er is een boek verschenen. Over de afdeling, gemaakt door, gefotografeerd, het is fotografie, hè? Door Marcel. Ja. Marcel Rekers. Daar heb ik, even kijken, daar hebben we een paar beelden mochten we daarvan zien. Indrukwekkend, zeer indrukwekkend, over een tijd die, het gaat over de eerste golf, hè? Ja. Waarbij je, als je goed kijkt naar het gezicht en goed kijkt naar de ogen van de mensen ziet hoe zwaar die periode was. Ja. Het heeft ons overvallen. Je hebt het vaker gezegd. Het is een periode die ons heeft overvallen. Hoe kijk je dan nu we eigenlijk in de tweede golf zitten? Ik weet niet of dat ik dat nog mag zeggen, maar nu we in deze periode zitten waar we nu in zitten. Hoe kijk jij terug op die eerste periode? Ja, die eerste periode was, ik denk de periode die we nu hebben is voor ons nog zwaarder. Dus deze tweede golf is het zwaarste, denk ik, voor de intensive care afdelingen en het ziekenhuis nu. Die eerste golf was vooral heel erg spannend. Laat ik gewoon heel eerlijk zijn, spannend. Spannend om allerlei redenen. Spannend omdat we een nieuw ziektebeeld hadden dat we helemaal niet kenden. En wat zo anders verliep dan alle andere beelden die we tot nu toe op de intensive care gehad hadden. Met iedere dag een nieuw symptoom. Dan was er opeens wat met de nieren, dan weer wat met het hoofd, dan met de darmen. Er gebeurden allerlei dingen die we nog nooit gezien hadden. We hadden geen behandeling. Dus we moesten razendsnel met elkaar zo'n nieuw ziektebeeld leren.
En we hadden geen idee wanneer het zou stoppen. Dus er kwamen iedere dag 4 of 5 patiënten bij. En de gewone intensive care werd steeds kleiner. En uiteindelijk werden we de intensive care zelfs afgegooid. Hè? En zijn we de gewone patiënten op de operatiekamer, op de verkoever gaan doen. En lag mijn hele intensive care lag gewoon vol met coronapatiënten. En leek het er zelfs op dat het de IC zou overspoelen. Dat we meer patiënten zouden krijgen als dat we überhaupt plekken in het ziekenhuis hadden. Want hoeveel was het? Hoeveel patiënten op het, op het, op het topmoment hadden we 45 coronapatiënten tegelijkertijd op de IC liggen. En we hebben 48 plekken in totaal. Dus de gewone IC, die helemaal verkleind was uiteraard, zat op de verkoever. En voor de rest hadden we dus alleen maar patiënten met corona. Nou, in die eerste fase was het zwaar, omdat het, wat ik al zei, je moest allerlei dingen nog leren. Er gebeurden iedere dag zaken waarvan je denkt, wat is dat nou? En heb ik dit wel onder controle? We hadden geen medicatie, geen medicijnen die het beter maakten voor de patiënten. Er was continu eigenlijk de dreiging van een tekort van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dus ik zit ook in die twee operationele teams, hè, voor acute zorg en voor infectieziekten. Dus 's ochtends hadden we dan overleg en dan hadden we nog maar voor 2 dagen mondkapjes en maskers en jassen. En dan dachten we, ja, dat is fijn, maar we zien mensen, zien we doodgaan. En dan zijn we straks zelf, dus de angst voor het personeel om in die beginfase, dat ze zelf besmet zouden raken, die speelde er ook nog een keer dwars doorheen. Ja, gelukkig bereikte het die piek. En ik denk, dat hebben we natuurlijk in Nederland toen goed gedaan, door het land echt helemaal op slot te zetten en zeggen, ja, niks meer kan gebeuren. Dat heeft ons gered. Als we zeg maar de maatregelen van nu genomen hadden met, nou, laten we eens kijken wat er gebeurt, dan waren we denk ik daadwerkelijk over de maximale hoeveelheid bedden van de IC's in Nederland gegaan. Maar dat is niet gebeurd. Het stopte net op tijd. Ik weet nog dat we met z'n allen ongelooflijk opgelucht waren dat we zagen van, we zijn over de piek heen en we hebben het gered. Die fase daarna was voor de IC ook heel zwaar, want aan de ene kant gingen we de coronapatiënten werden minder en afschalen, maar de gewone zorg die al die tijd achtergebleven was, die moest ingehaald worden. Ja. Dus voor de intensive care maakte het bijna helemaal niks uit qua drukte, want het aantal bedden met corona wat je stopte, dat werd meteen weer opgevuld door de volgende groep. Dus we hebben eigenlijk die periode na corona ook ontzettend hard gewerkt. En we zagen allemaal met angst en beven natuurlijk tegemoet dat er een tweede golf ging komen. En ik denk dat we daar het meeste moeite nu mee hebben. Hè. Niemand had er opnieuw zin in om zo'n fase in te gaan. Een zware periode achter de rug. Eigenlijk niet voldoende hersteld, denk ik. Ja, dat klopt. Gewoon, niet hersteld, doorgegaan. Geen nieuwe mensen kunnen opleiden. Veel meer mensen ziek in die tweede periode. We wisten eigen dat medewerkers. Het, en we wisten ook dat het nu niet een piek werd, maar dat het een hele lange situatie zou worden. Waarbij we de gewone zorg gedeeltelijk intact moesten laten. Dat we veel minder bedden beschikbaar zouden hebben dan de eerste keer. Want ik zou nu nooit die 45 bedden voor corona kunnen openen. Ik zou niet weten waar ik het personeel vandaan moest halen. En dat heeft binnen het zorgpersoneel en ook wel binnen mezelf best veel ergernis gegeven hoe Nederland omgegaan is met de corona en die tweede golf. Dat we ons niet aan die regels hielden en dat er overal feestjes gestopt werden en dat we zagen dat mensen overal bij elkaar kwamen, terwijl wij in het ziekenhuis ons weer de barsten werkten. En dat was best een... ik vond dat best een hard gelach dat gebeurde. Dat we niet met z'n allen in staat waren om te zien dat de nood eigenlijk nu in die tweede golf groter was dan in die eerste golf. En dat is hij ook. Als je aan het eind gaat kijken, de hoeveelheid zorg die we over deze hele tweede golf hebben uitgesteld, dan is dat waarschijnlijk meer dan dat we in die eerste golf gedaan hebben. Die heel kort was, heel heftig, maar kort. Ja. Maar nu is het gewoon lang. En nu niet daadkrachtig genoeg misschien? Hadden we moeten stoppen helemaal, zeg je dan eigenlijk? Ja, maar een lockdown gehad of hadden we maar in ieder geval gestopt met... Ja, er zijn zeker weken geweest dat we de maatregelen van het kabinet, die
heel klein beetje weer verergering was, waarvan we zeiden, hou op, want zet hem nou eventjes gewoon stop. En of neem een stevigere maatregel, want we redden het niet. En op deze manier doorgaan, ja, dat kost uiteindelijk ook je economie. Hè? Dus misschien had je best even goed kunnen zetten, stop, het getal weer naar beneden. Want we zagen het echt van kilometers aankomen. We zagen aankomen dat het misging en toch overkwam het ons in Nederland. En hebben we dit nu, zitten we in feite nog steeds in die situatie. Hè? Er zijn nog steeds 550, meer dan de helft van de patiënten op die IC op dit moment is nog steeds corona. Ja. En er gaat nog steeds een heleboel zorg niet door. Want ook bij jou in het ziekenhuis, bij jou op de afdeling, gaat het heel rustig naar beneden? Ja, het gaat heel rustig naar beneden. We hebben voor deze week voor het eerst 4 bedden kunnen sluiten. Dus we zijn nu op 16 patiënten met corona. Dus dat is nog steeds de helft van de IC-capaciteit nu. Maar het is nog steeds 16. En ik verwacht dat we de komende weken nog steeds op dit niveau zullen blijven. Ja, want even voor mensen die dat misschien niet helder hebben. Zeg maar, je werkt op de IC, je hebt IC-bedden. Daarnaast moet je ook ruimte houden voor mensen van de reguliere voor de gewone zorg. Hè, ja. Gewoon. En het Radboud UMC is natuurlijk ook een traumaziekenhuis. Ja. Dus die moet... Ja. Open blijven voor mensen die vanuit een auto-ongeluk binnengebracht worden. Ja. Even los van de andere ziektebeelden die dan ook nog komen. Hè? Dus dat maakt ook dat je goed om moet gaan met je ruimte. En moet kijken. Ja, daar moet je ruimte voor open hebben. Die zijn natuurlijk ook. Want de ongelukken, het is niet zo dat we... Het thuiswerken is niet zoals in de eerste periode. Hè? Dus het verkeer is echt veel drukker. Ja. Je ziet ook de ongelukken... zie je eigenlijk doorgaan en daar heb je ook bedden voor nodig. Maar dat betekent dus dat, wat we dan electieve zorg noemen, dat die dan zoveel mogelijk afgeschaald is. Hè? Die is veel afgeschaald. En bijvoorbeeld de patiënten die een hartoperatie moeten ondergaan. En dat is toch een hele grote ingreep voor mensen waar je hartstikke tegenop kijkt. Ja, die worden uitgesteld nu. Dus die mensen zitten met hun hartaandoening thuis te wachten op een operatie. En dat gaat natuurlijk ook niet altijd goed. Daar overlijden ook mensen van op een wachtlijst. Dus ja, ik heb daar wel moeite mee dat we ons in die tweede golf hebben laten zuigen. En dat we dat eigenlijk zelf, daar zijn we eigenlijk zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor geweest. Ja, ja dat is op zich, dat is niet iets wat je wil zeggen, maar het is wel zoals het is. Hè? Ja, zo is het wel. Jij zei, de coronaperiode heeft ook wel wat... dingen gebracht die meer inzicht geven. Hè? Dus je kunt ook anders omgaan met je werk, dat reizen en zo. Het heeft natuurlijk ook heel erg de focus gelegd op jullie werk, jouw werk vanuit de IC. Ja. Dat krijgt nu heel veel aandacht. Ja. Wat vind jij daarvan? Ik heb daar helemaal niets mee. Laat ik er gewoon echt, dat meen ik uit de grond van mijn hart. Ik vind de aandacht die de intensive care krijgt, 1, zwaar overdreven. Want het gaat inderdaad alleen maar over de intensive care, terwijl de intensive care alleen maar kan draaien omdat we geholpen worden door vooral de anesthesiologie, maar ook alle andere vakken, de internisten, de chirurgen, iedereen helpt mee. Maar het speelt zich af op de intensive care, dus we hebben heel veel aandacht gekregen. En voor mij, dat meen ik oprecht, voor mij hoeft dat niet zo. Ik doe het liefst mijn werk in rust en in stilte. En goed, en ik hoef die aandacht voor de intensive care niet. Het leidt allemaal af van de dingen die ik daadwerkelijk zou moeten doen. De andere kant begrijp ik ook, hè. Je kunt dat extra aandacht kun je gebruiken om bepaalde dingen voor je vak voor elkaar te krijgen. Dat snap ik ook wel. En die kans als die er zijn, dan moet je die natuurlijk uiteraard ook grijpen. Maar persoonlijk werk ik liever gewoon in rust. En we hebben het er vaak samen over. Ja. Ik hoef al die interviews niet zo nodig. Het kan heel vaak, maar laat mij maar gewoon mijn werk doen voor de patiënten. Dat is het werk wat ik uiteindelijk voor gekozen heb en wat ik mooi vind. En aan de andere kant ook vind ik dat de intensive care zich nu bemoeit met zaken. We zijn zo vaak op tv waarvan ik denk, daar hebben we ook helemaal geen verstand van. Dat moet je ook gewoon niet doen. Beperk je nou gewoon tot hetgene waar je zelf heel goed in bent. En dat is zorgen voor de meest kritische patiënt in onze samenleving. Dat kunnen we heel goed en dat vind ik ook dat we moeten doen. Ja. Nou, dat straal je ook uit. Hè. Wij hebben het inderdaad vaak over interviews en zo.
Onlangs is er wel besloten om mee te werken aan het programma van Jeroen Pauw. Ja. Wij hebben daar wat reacties op gehad vanuit de buitenwereld. Hè, mensen die naar gekeken hebben. En een van de opmerkingen die gemaakt werd, was dat als ik in het ziekenhuis kom te liggen en dat is mijn artsenteam, en dan hadden ze het over jou en over de andere mensen die aan tafel zaten, dan voel ik dat is voor mij vertrouwd en dat geeft mij een boel rust, want volgens mij heb ik dan een heel goed team om mij heen. Dus toch, er is toch een bepaalde uitstraling die uitgaat van jou, hè, zoals ik jou ken en zoals jij bent, vanuit ons artsenteam, vanuit het artsenteam vanuit Radboud UMC. Dus mensen kijken wel op naar jou. Ik weet dat je dat misschien helemaal niet fijn vindt om te horen, maar kennelijk straal jij rust uit en vertrouwen, waar mensen vertrouwen in hebben. Is er iemand of iets waarvan jij zegt van, goh, dat is nou waar ik me aan optrek. Dat is waar ik misschien mijn idee, net zoals dat je gaf van de Inui. Is er iets of iemand waarvan jij zegt van, nou, daar heb ik inspiratie uit. Of daar dat werkt goed voor mij als ik daarover nadenk. Of iets wat je meegekregen hebt van vroeger. Is er iemand of iets waar dat zo voor jou werkt? Ja, er is één grote inspirator. Dat is mijn vader. Ja, mijn vader heeft bij het leger gezeten, bij de commando's. En die was... ik ken geen eerlijkere man dan mijn vader. Recht door zee, altijd rustig, glaseerlijk, zag nergens altijd problemen in, loste altijd eigenlijk alle problemen op. En ja, dat was wel mijn grote voorbeeld. Ik vond het, hij is jong overleden. Hij is overleden aan een hersentumor toen hij eigenlijk net met pensioen was. En dat vond ik wel heel erg. Ja, dat vond ik wel heel erg. Dus dat, omdat hij ook gewoon een rasoptimist, en dat heb ik echt wel van hem, hem overgenomen. Ja, dat heb ik echt wel van hem. Hij is eigenlijk nooit bij de pakken neerzitten, altijd het goede er weer van zien en handen uit de mouwen en dan los je het wel weer op. Dat was hij echt heel typisch. En dat is altijd een mooi voorbeeld gebleven. Dus hij is echt wel voor mij mijn grote voorbeeld. Ik ben nu wel, dat vind ik ook wel weer bijzonder. Ik was al een hele grote fan van hem. Maar ik ben nu net weer aan zijn boek begonnen van Barack Obama. En ook dat is iemand die me wel kan inspireren. Omdat hij eigenlijk van alles gewoon toch, hij heeft een bijzondere blik op de mensheid en kan uiteindelijk hij herkent de ellende en hij herkent de vrede en de gemene en de minder goede dingen, maar hij weet eigenlijk altijd wel weer het mooie in een mens te vinden. En dat boek, ik ben pas op bladzij 60. En het is een heel dik boek, hè? Het is een dikke pil met en het is mooi Engels wat hij schrijft. Maar het inspireert me nu al werkelijk iedere pagina. Denk ik, wat kijkt die man op een fijne manier naar de wereld? En ik, het is fijn als je dat zo kunt. En ik hoop zeker dat ik dat tot het eind ook zou kunnen doen. Ja. Nou, mooie woorden tot slot. Ik ga je bedanken voor dit gesprek. Ik weet, je zegt het net zelf, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant om in de belangstelling te staan. Dus dat maakt het extra speciaal dat je hier hebt willen zitten en daar je tijd aan hebt gegeven. Dat stel ik zeer op prijs. Nou, heel graag. Ik denk dat ook voor de kijkers en de luisteraars een mooie inkijk heeft gegeven in de mens en de intensivist Hans van der Hoeven. Ik hoop dat u ook met veel plezier heeft gekeken naar deze eerste uitzending van GL8 Lounge hier in de prachtige buurderij in Overhasselt. En ik wil u bedanken voor het kijken.